Erik Herns, er is de laatste week heel veel veranderd op Racing Genk. Ja, er is een nieuwe coach gekomen, er is een nieuwe algemeen directeur gekomen. Dus ja, er is ook een hele mooie overwinning behaald tegen Gent. Dus er is inderdaad heel wat gebeurd. Merk je daar al heel veel van die nieuwe coach? Ik denk het wel. Het is een hele fijne man, een hele aangename man. Ik heb de kans gehad er heel wat contact mee te hebben. En het is in mijn ogen een echte vakman, maar ook een heel mens. Een hele aimabele persoon die weet dat hij ook een harde hand moet hebben, maar dat daarnaast hij ook heel menselijk moet zijn. En dat gevoel hebben we eigenlijk dat hij meedenkt wat wij ook op extra sportief denken in onze club. Dat er ook aan community en dergelijke dingen gedaan moet worden. Dat draagt hij ook hoog in het vaandel. Een van de heel belangrijke dingen die hij aangaf op de persconferentie was dat hij wil blijven samenwerken met de mensen die er nu al zijn. Ja, dat klopt. Dat is voor onze club ook heel belangrijk. Pierre Denier is een monument. Ook Hans Visser en Guy Martens. Oké, Dimitri de Condé is er nu bijgekomen. Maar ik denk dat de trainer met zoveel ervaring wel duidelijk gezien heeft wat vlees hij in de kuip had met die jongens. En hij is onmiddellijk blij dat hij ze eigenlijk kan behouden allemaal. En dat hij een hele mooie groep kan samenstellen om hopelijk terug goede sportieve resultaten te halen. Ook een van de dingen die deze week nieuw zijn bij Racing Genk, dat is de vernieuwing van de website. Ja, we hebben een prachtige nieuwe website, met dank aan Pascal Delft eigenlijk. Onze webmaster heeft dat heel mooi gedaan en ik vind dat je regelmatig moet vernieuwen, ook in je communicatie, want we zijn eigenlijk heel ons communicatieplan aan het herbekijken. U weet dat we afscheid genomen hebben van de vorige communicatieverantwoordelijke. We zijn nu op zoek naar een nieuwe en we hebben daar ook een plan voor opgesteld hoe we eigenlijk de communicatie willen zien in de komende jaren en laten we hopen dat we daarvoor dan de geschikte persoon kunnen vinden die dat gaat brengen wat wij hopen te kunnen realiseren met ons plan. Even naar het sportieve. De zege tegen Gent vorige week was een opsteken voor de hele club, hè? Dat klopt. Het was eigenlijk om het zo te zeggen. Het was even blazen, maar ik denk wel dat het een verdiende overwinning was. Het was een mooie wedstrijd. Jammer genoeg natuurlijk de feiten die erna na de wedstrijd zijn gebeurd. Maar daar zijn ondertussen al acties tegen ondernomen. En ja, de schuldigen zullen zeker gestraft worden. Daar kunnen ze zeker van zijn. Het was ook jammer eigenlijk dat je toch een degelijke wedstrijd hebt. En uw sfeervak was eigenlijk geen sfeervak, maar een antisfeervak. Dat is ook niet de bedoeling waarvoor wij dat sfeervak gecreëerd hebben. Maar we zullen de komende week gaan communiceren welke acties wij gaan ondernemen tegen eigenlijk dat misplaatste gedrag van een aantal mensen. Dus daar zullen wij binnenkort over communiceren. Het is een extreem klein aantal mensen die proberen de rest mee te slepen. Maar dat lukte vorige week niet echt goed, want het grote deel van de Genk supporters was het er niet mee eens. Nee, ze zijn duidelijk uitgefloten door het grote publiek en dat heeft hun hoede nog meer aangewakkerd. En op een bepaald ogenblik was er zelfs geen, ik denk dat er misschien een heel deel nog niet gezien hadden dat we met 3-2 gewonnen hadden, omdat ze met heel andere dingen bezig waren dan met het aanmoedigen van hun ploeg. Maar het is inderdaad, je hebt het gezegd, het is een kleine groep en zoals het spreekwoord zegt, het kaf moet van het koren gescheiden worden en dat zullen wij dan ook doen. Gelukkig dat er weinig kaf is dan. Ja, dus iedereen heeft recht op een vrije meningsuiting, dat is zonder discussie, maar er zijn wel grenzen. Zaterdagavond Oostende, daar hebben jullie niet zo'n beste herinneringen aan, hè? Nee, ik heb nog twee nachtmerries in mijn nachtkastje liggen van vorig jaar. Dus de bekermatch en de competitiematch. Ja, regelmatig spoken die beelden nog in mijn hoofd als ik slechte slaap kan vatten. En ik hoop wel dat dat voldoende inspiratie zal geven aan de ploeg van dit jaar om daar toch eigenlijk mee af te rekenen. Tot slot, deze week werd er ook geloot voor de beker van België. Een belangrijk item voor Racing Genk dit seizoen, want buiten de competitie is er alleen de beker om eventueel succes in mee te behalen. Racing Mechelen thuis, haalbare kaart. En dan eventueel tegen de winnaar van Patrouille tegen Anderlecht. Ja, dat klopt, maar we moeten wedstrijd per wedstrijd kijken. Racing Mechelen is geen gemakkelijke tegenstander. Het is een hele goede ploeg, iedereen weet het. Dus we leven eigenlijk eerst naar die wedstrijd toe die op woensdag 24 september zal gespeeld worden. Dus daar leven we nu naartoe. En wat daarna komt, bekijken we wel of het Patrouille is of dat het Anderlecht is. Inderdaad, het zijn alle twee mooie affiches. Als we winnen tegen Racing Mechelen, dan is de volgende wedstrijd ook thuis in onze eigen kristallen. Arena. Maar zover kijken we nog niet. Eerst Racing Mechelen, maar liever gezegd eerst nog Oostende, want we moeten eigenlijk in deze periode dat we toch eigenlijk uit een zware crisis komen, wedstrijd per wedstrijd kijken. En nu is het eerste wat telt, de wedstrijd tegen Oostende. Bedankt, heer.